Het is vandaag maandag 5 augustus. Ik sta hier bij de locatie Weel, waar ik vorige week een video gemaakt heb over het maken van een TBA, de totale bloedafname. Waar ik van dit volk en dat volk een TBA gedaan heb. Dat betekent dat ik daar al het bloed uitgehaald heb met wat aanzittende bijen. Dat bloed in deze kast heb gehangen. Ik heb afgelopen vrijdag, dat was 4 dagen later, een video gemaakt waar ik deze 2 kasten heb laten zien en deze kast heb laten zien. Die video is helaas verloren gegaan. Bij het monteren heb ik een fout gemaakt. En ja, ik kan dat niet terugdraaien, dus die video heb ik helaas niet meer. Dus ik ga vandaag een nieuwe video maken, maar ik ga jullie eerst vertellen wat ik vrijdag gezien heb. Vrijdag zag ik dat dit volk 3 ramen met broed had. En dat broed waren allemaal eitjes. Alle ramen waren uitgebouwd, dus al het kunstraad wat ik had gegeven was na 4 dagen volledig uitgebouwd. En er zat een lichte voerkrans boven het raam. En in een groot deel van het raam was belegd met eitjes, 3 ramen. Dat volk had 4 ramen met eitjes en dezelfde voersituaties. Die volk heb ik op vrijdag nog een keertje gevoerd. En vandaag laat ik jullie dus zien hoe het ervoor staat. Wat ik vrijdag ook gedaan heb, is die volken behandeld tegen de varroameid. En dat kan dan heel eenvoudig, omdat die volken alleen maar open broed hebben. En sterker nog, alleen maar eitjes hebben. Haal ik elk raam eruit. Ik doe 1 keer, ik sproei die ramen. Pst, pst. En de andere kant, pssst, pssst, en klaar. Als er heel weinig bijen op zitten, sproei ik alleen de bijen die erop zitten. Dus vaak maar 1 sproeitje of zelfs 1,5. Als je een fijne sproeier hebt, dan werkt dat goed. En zo krijg je eigenlijk een hele mooie nevel over de ramen van oxaalzuur. Waardoor die oxaalzuur gewoon heel goed werkt. Je raakt eigenlijk alle mijten in 1 keer. Ik sproei ook altijd maar 1 keer. Ik vind juist het voordeel van de TBA is dat je weinig chemicaliën hoeft te gebruiken. Dus ik sproei maar 1 keer. Omdat ik de beelden van vrijdag niet heb, laat ik jullie vandaag nog een keer zien hoe dit volk ervoor staat. Ik verwacht dus nu larfjes en misschien nog wel een raampje extra broed. We gaan het zien. Kijk gerust mee. Het vliegt normaal. Dat is ook een teken dat het goed is gegaan met de TBA. Vrijdag stonden ze hier heel mooi te ventileren. Blijkbaar is de poetsensituatie nu zo dat ze dat niet meer hoeven in te dikken. Dus er wordt weinig geventileerd nu. Er komt stuifmeel binnen. Dus dat is altijd een goed teken. Je ziet ook hoe mooi die bijen zo'n ronde vliegopening kunnen verdedigen. Nou, dit ziet er heel mooi uit. Alle straatjes zijn goed bezet tot het kantraam aan toe en hier ook buiten het kantraam. Is prima, aan het buitenste raam. Ja. Dan zien we al mooi verzegeld voer aan de bovenkant. En dat voer dat loopt door tot helemaal hier. Dus deze ga ik denk ik nu niet voeren. Het weegt ook al mooi wat. Dus dat wil ik ook graag. Bij je moet echt een goede buffer van voer hebben. Dan het tweede raam. Zie ik nog geen eitjes, maar wel ruimte voor eitjes in het midden. Aan beide kanten. Mooi uitgebouwd raam. Mooi vlak. Het is... dit jaar aan gewerkt heb. Het insmelten van de bijenwas, de afstand van de ramen geoptimaliseerd. Zodat die bijen echt mooie ramen uitbouwen. Waarbij er ook voldoende ruimte is voor het broed. Nou, hier hebben we dan het eerste broed. Ik weet niet of het zichtbaar is, maar dit stuk is helemaal eitjes en larfjes. Als ik het goed zeg. Eigenlijk allemaal larfjes. Hier onderin al wat grotere larfjes. Hier wat kleinere larfjes. En je ziet ook dat het raam nog uitgebouwd wordt. Dit was dus allemaal kunstraad 1 week geleden.
Dit is dus het eerste raam met larfjes. Tweede raam. Het tweede raam is goed belegd. Hier in de hoek een stukje voer. Hierbovenin een klein randje voer. En dit hele stuk is volledig belegd met eitjes en larfjes. Volledig belegd met eitjes en grotendeels nu larfjes geworden. Het derde raam. Daar loopt ook onze koningin. Allemaal eitjes. Derde raam, dit is het tweede, vierde, vijfde raam. En het zesde raam is dan weer grotendeels voer. Dus dit ziet er prima uit. Daar hoef ik eigenlijk niks aan te doen. Dus dat ga ik ook niet doen. Ik ga ze ook niet voeren nu. Dit volk heeft gewoon voornamelijk tijd en rust nodig. Dus dat komt goed. Je ziet ook dat er veel minder bijen nu zijn dan toen ik begon. Toen zat deze kast echt behoorlijk vol met bijen. Zo. Je ziet hoe snel het aantal bijen afneemt als je geen gesloten broed meer hebt. En bijen wel had moeten werken. Dus dit kun je eigenlijk vergelijken met de situatie in het voorjaar. Waarbij er weinig bijen zijn die voor veel broed moeten zorgen. En waarbij er dus nog maar weinig bijen geboren worden. Dus eigenlijk die hele voorjaarsopbouw, die zie je eigenlijk terug bij een TBA. Dus we laten ze met rust. Over een weekje gaan we weer kijken. Dan zien we iets meer bijen. Ook dit volk heb ik vrijdag behandeld. Hier zien we het buitenste raam prachtig uitgebouwd. Echt geen enkele cel die er niet mooi uitziet. Geen pascellen of overloopjes. Geen wellingen. Prachtig. Klein beetje voer. Niet veel. Niet zoveel als het vorige voer op het buitenste raam. Dit raam is volledig eitjes en larfjes. Hierbovenin eigenlijk larfjes. En hier naar beneden eitjes. Kijken of we dat op de camera kunnen laten zien. En de andere kant vergelijkbaar. Hier zien we al veel stuifmeel. Zo kun je zien dat zelfs op het moment dat er weinig dracht is, komt er toch relatief veel stuifmeel binnen. En ook hier zien we voornamelijk eitjes. Om dit raam. Bij loopt met mooi oranje stuifmeel. Dit raam zien we voornamelijk eitjes. Dit raam is helemaal vol met larfjes. Ja, eitjes en larfjes. En het laatste raam. Een beetje voer. En een paar eitjes. Nou, dit volk ziet er mooi uit. Mooi uitgebouwde ramen. Dus we laten dit volk weer
met rust. Ik ga ze wel een beetje voeren deze. Die krijgt een klein slokje van me. Zo. Dan kijken we nog even bij de broedaflegger. Hier heb ik vrijdag een bak met mini plusraampjes opgezet die ik over had. Daar zaten een paar bijtjes in, die moest ik even kwijt. Dus die heb ik hier opgezet. Nou, het eerste raam. Oh ja, en ik heb hier lege ramen ingehangen met voer. Die had ik ook over. Om te voorkomen dat de wasmotor in komt, heb ik hier opgehaald. Dan denk ik dat hier het eerste raam uit de TBE is. Ja, dat is al uitgelopen. Het eerste raam uit de TBE, waar nog een beetje broed zit, zie je dat? Dat is aan het uitlopen. En hier nog wat darrenbroed. Dat duurt natuurlijk iets langer dat het uitloopt. Ja, ik zie bijtjes geboren worden. Ook deze heb ik vrijdag gesproeid. Was niet per se nodig. Maar uitlopend broed. En zo, hierbovenin gebeurt natuurlijk niet zoveel. Het is voornamelijk voer, opslag van ramen. Maar dat is dan ook zwaar. Die hoef ik zeker niet te voeren. We hebben hier beneden het grootste deel van de broedramen hangen. Dus daar bekijken we er even een paar van. Het is normaal niet nodig. Alleen nodig om op de negende dag doppen te gaan breken. Nou, wat ik vrijdag gedaan heb, ik laat dat even zien. Op dit raam zaten een vijftal doppen, zes doppen. Daar heb ik er een paar van laten staan. Die zie je hier, die doppen die ik heb laten staan. 1, 2, 3. En nou, eigenlijk is eentje genoeg. Deze twee haal ik weg. Zo. Hier zit ook geen open broed meer op. Dus hier kunnen ze eigenlijk ook geen doppen meer maken. Hier zie je een verschijnsel wat door veel mensen vaak wordt uitgelegd als teken van varroa-resistentie. Maar het is gewoon een wasmot die hier onderdoor kruipt en gaat dan deze kant op. Hè. Dus die loopt zo recht onder die cellen door. Daardoor heeft die larva aan de onderkant iets minder ruimte en wordt die cel dus verhoogd. Het zijn deze open cellen. Het heeft niks te maken met recapping of wat dan ook. Dus het zijn gewoon open cellen. Nou, bezetting met bijen is prima, is genoeg. Ik kijk altijd of ik varroa zie lopen op de bijen. Dat zie je dan behandel ik gelijk nog weer een keer. Die zie ik op dit moment niet. Dus bijen zien er ook niet heel ongezond uit, dus dit volk zal niet een hele hoge besmetting hebben gehad. Ik zie wel wat kleine bijtjes. Ik zie voldoende bijen, dus voldoende voer. Dus ja, hier is het gewoon afwachten. Deze gaan we dan. Hier gaan we één koningin uit laten lopen. Zodat het volk niet helemaal moerloos is. Het kan zijn dat ik die dop nog even in een kooitje doe. Dat ik die koningin makkelijk kan vinden. Eigenlijk wil ik hier gewoon een eigen koningin in doen. Nou, hier lopen de darren uit. Kijken met hun kopje al naar buiten. Dus het ziet er gewoon allemaal goed uit. Hier is gewoon geduld hebben. Duurt 25 dagen voordat al het bloed is uitgelopen. Tussendoor een keer behandelen. Tussendoor een keer doppen breken. Dat ze niet afzwermen. En zorgen dat ze voldoende voer houden. Nou, dat was hem voor nu.